Goed, chef. Hoofdgerechtje. Ik zie een goed stuk vlees. Allemaal klassieke ingrediënten. Waar zit de knipoog? Wel, de knipoog het is puur Italiaans. Het is echt zo. In Italië kun je dat zo lekker, zo simpel en fantastisch eten. Het is gewoon lekker. Dus O Solo Mio maar op. Ja, gaat jij zingen op de achtergrond? Ik wil zingen op de achtergrond. Ja, allee, solitudine. Wat gaan we doen? We gaan dat stukje vlees goed aanbakken en dan in de oven stoppen. Ja. Waar onze zongedroogde tomaatjes aan het wachten zijn. Die zongedroogde tomaatjes die we een uur of drie, enkele vier, uren op 80 graden eigenlijk... Een beetje laten drogen. Voilà. Een beetje laten... Maar die er nu nog even in zitten om wat warmte te hebben. Je mocht die gaan we aanbakken. We werken met roquette, met heerlijke parmezaanschilfers, met een goede balsamico en met aardappelschijfjes die we in de olijfolie gaan bakken. Ja. Ik heb die al dun gesneden. En uw vlees ligt hier ook aan. Peperzout. Schitterend. Ja. En ja, alweer is het toch niet moeilijk, dit gerecht. En we gaan dat straks, nadat het in de oven komt, mooie van die reepjes... Fijne plakjes daar. Ja. Maar die zijn echt ondergedompeld. Ah, ja. Ja, ze moeten mooi gelijkmatig bakken. Hè. Dat is een beetje frituren eigenlijk. Hè. Och. In olijfolie, wat je doet. Ja. En een mooi stukje vlees aan beide kanten goed aanbrengen. Een beetje peperzout. Oh. Hoe lang? 2 minuutjes aan beide kanten? 3 minuutjes? Ja, 2-3 minuutjes aan beide kanten. Vlees en dan gaan we het erover zetten. Voilà. Vlees is... Netjes aangekleurd. Voilà. En dan gaat het erover in. Hoe lang zit dat erover nog in? We gaan een minuutje of 5. Ja, het moet ook erin steken. Een beetje. Hè? Moet nog mooi rosé zijn. Al. Super. Het vlees is bijna klaar, we gaan ondertussen de aardappeltjes... We gaan die wel een beetje afdeppen, hè, want anders is het een beetje een vettige bedoeling. Maar dat is lekker. Ik ga wachten met mijn sla. Ik ga eerst de aardappeltjes doen. Heel klein beetje zout op doen. Ja. Heerlijk. Ja, wat zeezout past hier eigenlijk al heel erg bij. Hè. Ja, dat is van plaats wisselen. Ja. Je weet, dunne plakjes, ik ga hier al... Een torentje maken met roquetsla, zo mooi in het midden. Oh, heerlijk. I love that. Zo. Oh, ik denk dat we hier toch al kunnen mooi beginnen te serveren. Gaat jij dat er ook zo een beetje netjes... Ja, maar hey, zoals de Italianen doen, ik keur terug hier. Bello, bello, bello. Goed. En dan gaan we daar... Goh, wat een gulle chef. Weet je, eerst een beetje balsamico misschien, maar ook over het vlees, hè, dat is daar... Kurt is het mij echt zo uit te lachen. Ah, oh, jongens toch. Ja, misschien moet nog een beetje... Wilt jij... Doe er nog, of is het er genoeg? Nee, hey, moet er zeker op. Ja, ik heb er al een beetje over aardappeltjes gedaan, wat er ook wel wat nodig is. Zo, een beetje dat. Voilà. En dan van die lekkere zongedroogde tomaatjes daarop. Hé. Hey. Mag ik dit eigenlijk wel opdienen? Wil je dat niet gewoon houden? Nee, sorry, beste mensen in het restaurant. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n kreunconcert gehoord van Sven O'Neillens als op dit moment. Goed, hoe noem ik het? Goh ja, dat zou wel een Italiaanse specifieke naam hebben. Hè? Men noemt dat... ja, noemt jij dat? Gebakken aardappelschijfjes, roquette met rundvlees met de cuisson van de chef. Mm. En zongedroogde... Nee? Ja, zongedroogde. Zongedroogde tomaten. Ik vind dat beter in elk geval dan lasagne of luikse wafel voor dit gerecht. Vind ik ook.